Uit de regio komen natuurlijk heel veel artiesten. Een behoorlijk deel komt uit Heergewaard. Daarvan hebben we er al eentje gezien. We hebben er nog meer te zien. Maar ook uit de Zaanstreek komen er zangers waarvan je zegt van... Wat doen die allemaal? Nou, één ding is zeker. Hij staat altijd klaar voor Kika. Heeft een duo met Erik van Kuijselbergen als de Kika Pieten. Erik zien we straks. En ook voor ons komt hij natuurlijk belangeloos naar horen. Ik heb het over Roel van der Wielen. Goedemiddag nog. Hey jongens, als je het nummer kent, zing mee. Ik ga lekker hier staan. Het is een heel zielig nummer. Dus daar komt-ie. Het is een haar en mijlijk over. Het was voor beiden beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even op, overwegen het station. Ik zag mijn zoontje, hij vloog achter mij aan. Hij stikte, papi loopt toch niet zo snel. Papi loopt toch niet zo snel. Loop wat zachter. Dat ik hem moest vertellen dat papi ging naar de laatste trein. Wat hij niet weten kon, dat ik ook voor hem zou gaan. Een eindje verder rende hij weer achter mij. Hij stikte, papi loopt toch niet zo snel. Een jochie voor de sneeuw. Nam ik hem op mijn arm en ging naar huis. Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind. Wat gebeurd is, vergeet ik liever vlug. Oh, hij snikte, papi loopt toch niet zo snel. Papi loopt toch niet zo snel. Van der Wielen. Dankjewel. Papi loopt toch niet zo snel. Ik denk, ja, niet echt je doorbraak, maar wel een nummer waar je heel veel aandacht mee hebt getrokken. Ja, absoluut. Het is een nummer geweest eigenlijk van Herman van Keeken. En ja. Daar is hij nog steeds van. Het nummer blijft van hem. Tuurlijk. Alleen we hebben hem in een nieuw jasje gestoken toen. En ik moet zeggen, een van de redenen dat ik heel graag bij je kom, dat jij een van de eerste was die zei van... Roel, dit gaan we promoten, dit gaan we draaien. En door heel Nederland is hij opgepakt en is hij gedraaid. En ja, stond Roel ineens op de kaart. Ja, dat is natuurlijk heel apart dat je dan ineens op de kaart staat. Daarna heb je je zaken opgepakt op een manier zoals niet alle artiesten het doen. Je bent gewoon in één keer, kwam je met een album wat je klaar had. Je kwam met een live album wat je klaar had, wat je opeens wat daar was. Je zit niet stil. Ik probeer het niet. Nee, weet je, kijk, we hadden heel veel plannen. En laten we zo zeggen, ik bedoel,
We zijn niet een van de jongsten, weet je wel. Jij niet, nee. Dus ja, dan moet je plannen moet je iets sneller doen dan dat je normaal zou doen. En ja. Sterker nog, en dan heb je weer een nieuwtje. Ik geef het je gewoon iedere keer weer, hè. Tuurlijk. Eigenlijk, solo ga ik een beetje stoppen. Ik ga alleen nog maar verder als duo. En degene met wie ik als duo verder ga... Erik, zeker, hè? Ja, Erik inderdaad. Die ga je straks ook weer zien. Natuurlijk. Hier. Jij hebt ook een heel mooi kerstnummer ooit opgenomen. Ja, weet je, ik bedoel, als jij mij belt met het verzoek van Roel, wil je in de kerstshow? Ja. Ja, dan denk ik dat we ook met een kerstnummer moeten komen, toch? Vind ik wel. We gaan naar luisteren. Gaan we Roel van de Wielen. Oké. Okay. I'm dreaming of a white Christmas. Just the white ones I'm used to know. Where the street tops glisten and children with friends listen to hear laid out in snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I'm right, be merry and bright, and may all your Christmas be white. I'm dreaming of a white Christmas. Just the white ones I'm used to know. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I'm used to know. May your taste be merry and bright, and may all Roel van de Wielen. Roel, als we het volgend jaar weer doen, mag je weer komen. Gezellig, ik zal er zeker zijn. Maar wel een ander nummer ook erbij. Ander nummer? Ja, dan gaan we met drie nummers aan de gang komen. Maar dan gaan we met Erik erbij doen, toch? Als je op de studio is zijn geweest wel. Gaan we doen. Hey Kik, dankjewel man. Roel, dankjewel. Oké, hoi.